Zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remers. Vergeet geen blauw duimpje. Blauw duimpje omhoog te doen. Ja, ik weet het. Het hangt hier nog altijd. Cool, zo mijn hele bed is helemaal eens vol hangen. Allemaal met die stickertjes van Chiquita Banana. Allee, ik ga even nog verder doen. Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte van een nieuwe video. Oh my god. Alhoewel, deze nacht heb ik heel goed geslapen. En ik ben om een idee gekomen, mensen. Het idee is, ik wil een nieuwe rubriek inlassen. Zo gelijk elke maandag doe ik een Q&A. Ik ga het niet beloven, hè, mensen, maar ik ga het proberen. Zo zaterdags of zondags een video gaan op te maken. Of al vrijdags, dat kan ik ook nog doen. Een video maken met het reageren op video's. Dus ja, nu reageer ik dus op elke comments wat op Discord wordt gezet. Ofwel op onder mijn eigen video's. Maar nu wil ik ook nog wel een stapje verder gaan en wil ik wel kanaalreview doen. Ofwel zo filmpjes gaan beoordelen, hoe ze zijn. Zijn ze grappig? Wat vind ik ervan? Zien jullie dat zitten? Laat het hieronder in de reactie weten. Of ik ga een poll starten. Ja, dat kan ik ook wel eens regelmatig doen, zo interacties. Ik ga hier niet via de YouTube doen, maar dat ga ik via mijn website doen. Als ik dus een poll wil gaan starten, dan zet ik dat daar dan ook op mijn website www.psychotv.be. Ik ga daarvan een extra tabbladje maken met poll. En dan maak ik daar poll aan en dan laat ik dat ook telkens keer wel zakken, de oudere polls. Dus dan zet ik ook wel de vlognummer erbij van... Wanneer, voor welke poll gebruiken we dit? Dat is van vlognummer zoveel. Toppie. Ik ga eens opstaan. Het is nu al 22:30 bijna. 9:20. Ik ga nu lekker ontbijten. En dan... aanschuiven bij de autokeuring. Oppie. Ja, ik ben nog moe, mensen. Ik moet ook eens binnenkort eens die partypoppers eens gebruiken. Iedereen allemaal in de gezin, jullie het. Allemaal partypoppers. Partypoppers! Partypoppers! Yeah! Misschien ben je ooit opnieuw. Of misschien wel bij mijn 1000ste vlog. Dus dat zit er ook wel binnenkort aan te komen. Dus ik moet nu gaan goed beginnen na te denken. Wat ga ik doen met mijn 1000ste dag vlog? Ik moet dat even goed gaan uittellen. Hoogstwaarschijnlijk op die dag ga ik wel speciaal vrij afvragen. En misschien wel vragen voor toegestaan afwezig. Want ik heb geen verlofdagen meer. Fuck. Ja. Hoe moet ik het zeggen? Het is op mijn 1000ste dag. Hopelijk valt dat op een vrijdag. Of op een zaterdag. Of op een zondag. Dan komt dat heel goed uit. Maar niet eens op een zondag. Dan zijn er wel redelijk veel dingen toe. Want ik wil jullie ook wel nog eens gaan meenemen voor eens gaan te bowlingen. Ah ja, zo'n meeting. Zien jullie daar zitten? Maar dan wil ik dat wel zaterdags doen. Ook zo'n bowling meeting doen.
Of voor in de zomer, bijvoorbeeld volgende zomer. Ik zit boordevol ideeën ben ik terechtgekomen. Zo ik, ja, deze zomer was een hele rare zomer omwille van de corona. Zien jullie het zitten ook om bijvoorbeeld eens komen te kajakken? Zo'n kajakmeeting. Of survival meeting. Zo gelijk in de Ardennen. Daar heb je toch zo van die survival parken en al. Of eens te gaan te paintballen. Dus dan we zetten altijd daar wel een limietslot op. Daar ga ik ook wel één ding zeggen. Dus je kunt niet oneindig tickets blijven bestellen. Plus de tickets gaan ook sowieso wat geld kosten. In het de kostprijs. Wat kost om mee te doen aan de survival of aan de bowling. Ik ga dat nog allemaal perfect uitzoeken. En dan komen er ook meetings. En ja, die kosten wel wat geld. Er gaan ook gratis meetings zijn, bijvoorbeeld voor mij om mij te foto te komen. Amai, maar mijn stem. Ik ga zo meteen ontbijten. Dat is een goede gedachte. Dus ja, dus er gaan ook gratis meetings zijn. Daar zijn dan geen limieten op. Zo gelijk bijvoorbeeld als je met mij op de foto wilt. Of als je iemand een shout-out wilt doen. Of een handtekening wilt hebben van mij. Dan mag dat allemaal. Dan kom gek. Ik heb ook verschillende plaatsen in. Zo gelijk in. Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg ook aanwezig zijn. Als ik dan die provincies heb gedaan, dan ga ik ook eens één keer per maand niet. Ik heb toch proberen zo regelmatig eens. Ik weet niet hoeveel provincies Nederland telt. Laat het hier ook eens onder in de reactie. Hoeveel provincies tellen Nederland? En dan ga ik daar ook eens naar kijken. Als ik daar dan ook nog meetings kan organiseren in bepaalde steden. En dat jullie dan daar naartoe kunnen komen voor ja, bij mij op de foto. Ofwel een handtekening ofwel een shout-out te doen. Richting naar jou kijken. Naar jou, ja, de mensen die ook naar mijn vlog zitten te kijken. Maar dan wel via jouw vriendenkring of zo uit. Dan zie ik ook nog wel allemaal zitten. Ik wil ook nog echt een hele mooie roadtrip maken bij deze. Ik ga nu lekker ontbijten. Yo. Zo mensen, ik ga nu vertrekken naar mijn schatje toe. En dan op naar de keuring. Want dat moet ook gebeuren. Voilà, ik ga nu draaien. Je ziet, mijn oranje bak is er ook uit. Ik moet gewoon langs de herkeuring voor mijn dimlichten. Oh. Ondertussen tijdens ook mijn vlog aan het uploaden. Toppie. En nogmaals, even over Discord, ook niet over drugs praten. Dank je. Dat kan mij in mijn problemen brengen. Niet alleen ik, maar ook de andere moderatoren. Dank u. Bij deze, dan weten jullie dat. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug, want ik ga nu opletten op de baan. Want het begint ook wel telkens aan te regenen. Joep. Autokeuring. Zo, hier in de autokeuring, hier in Alleke terug aangekomen. Kijk eens wie bij mij is. Hallo, mag dit ook in mijn vlog? Ja, mag dat ook in mijn vlog? Of Ja. moet ik het zelf vloggen? Dan mag je kiezen. Jij moet dat zelf weten. Ah. Tot thuis of vloggen dan. Oké. Maar dan in de auto terug. Oké. Mijn boeleken is hier nu terug binnen voor de tweede herkeuring. Voor mijn dimlichten. Dus dat zal wel goed komen. Ik heb onder de aftak staan. Ja. Nee? Oké, dan. Ja. Ja, coronaproef. Daar staat mijn boeleke. Kinder. Heel van achter staat mijn boeleke. Ik heb een groene Toppie. kaart gekregen bij de autokering hier in Alken. Dat is heel goed. Dus alles is heel goed ingesteld. En de certificaat was ook goed. Ik moet zebiet gaan betalen. Ze gaan zebiet ook mijn naam dan afroepen.
Dus er is nu één persoon binnen, dus er mag maar maximum één persoon ook binnen, omwille van de coronamaatregelen. Dus ja. Moeten we even wachten, hè schat? Ja, schatje. En hoe is het eigenlijk met jou? Goed. Ook ik ben wel moe. Maar wel goed geslapen? Ja. Ah, dat hoor maar, ik graag. Weet je, aan de ene kant heb ik goed geslapen, maar 's ochtends was ik om 7 uur bijna wakker geworden. Iets voor 7 eigenlijk. Om naar de wc te gaan. En toen ben ik terug in slaap gevallen tot 9:45. Amai, wat een luxe leven. Maar ja, ik ben nog moe. Ja. Kan ik geloven. Slapen als het tijd slecht is, dan is het wel fijn als je eens goed slaapt. Hè? Ja. En mensen, ik kan jullie niet meenemen naar binnen toe. Dat ga ik jullie ook al zeggen. Waarom niet? Want ik betaal met mijn gsm. Ja. En daarvoor heb ik dan mijn camera oostjes nodig. Jammer genoeg. Ik denk dat je trek gaat horen, mijn naam. Even te goed luisteren. Binnen een paar seconden. Wacht even. Het duurt ook precies even. Ja, het duurt weer al even. Ze gaan de trek afroepen hoor. Luister maar. Even hier tegenzetten. En als ik het ga afzetten, dan ga ik... Polaris, Frank. Polaris, Frank, met Audi A4. Nee, dat ben ik niet. En je komt ook niet, hè? Nee. Net. Polaris, Frank, met Audi A4. Nee, hij is niet aanwezig. Dan wordt er direct een andere naam afgeroepen. Zo wordt het dus continu afgeroepen hier. Allee, ik zie jullie allemaal zelfs terug. Ik ga toch nog even nog geduld hebben, misschien dat ze mij direct gaan afroepen. En daar is de rijschool van Alke, dus ook de rijexamen en al wat je kunt afleggen. En dan hier langs is dan de autokeuring. Allemaal perfect bij elkaar hier in Alke. Van Dijk, Christophe. Van Dijk, Christophe. En ik, hè? Nog even geduld hebben dan. Allee, tot straks. Mijn schat vroeg zich, welke auto heb jij? Ja, ik heb een Opel Corsa. Dus daarvan kun je mij herkennen. En hoogstwaarschijnlijk gaan ze mij nu terug afroepen. Ik ben nog eens een keer aan het proberen. Oh ja, daar is nog één aan het betalen, hoor ik net. Dan ga ik de rustgebied naar binnen toe en vraag waar zijn mijn papieren. Want die heb ik nodig. Ga mijn wagen. En mijn schatje is er ook nog altijd bij. Hoor ze eens lachen. Oh man. Nou, als je gedoet moet worden, moet je ook terug iets zeggen, hè? Hè, schat? Nee, ik zweeg. Schijf je dat niet bij goed? Ja, ik voel me daar zeker weer goed mee.
Ze zijn hier in slaap gevallen, denk ik. Ik heb Bea weer al afgezet. We hebben ook nog een mooie rondrit gedaan na de autokeuring. En nu ben ik onderweg naar mijn moeke toe. Om daar zelfs gaan te eten. Ik ga sowieso veel te vroeg zijn. Dus jullie, dat gaat ook weer al zichtbaar zijn op Discord dat ik op Pokémonjacht ga. En dan wel bij Moeke in de buurt. Want daar zijn ook wel wat Pokéstops. Dus dan weten jullie dat. Dus ik ga nu richting Boksberg Heide rijden. En dan ik rijd niet graag in iemands kont. Daarom dat ik op één rijvlak blijf rijden en ja, die blijft ook op dezelfde snelheid rijden. En dan krijg ik wel moeilijk voorbij. Hè? En nu is het opnieuw rood. Wat voor muziek is er nu af aan het spelen op de radio? Dat wil ik jullie ook wel laten horen. Bart Peters. Maar dat wil ik niet horen. Nee, ook niet. Jullie gaan daar even mee het gezap horen. Nee. Nee. Dripping over with you. Ja, die wordt het. Allee, ik ga terug verder op de baan letten. Yo. Kijkers, daar heeft een goede kijker van Milan Knol mij ook gespot in zijn videokes. Ik ga kijken als ik dat deze avond even kan aftappen. Dan laat ik het ook achteraf aan mijn vlog ook zien aan jullie. Oh my god. Ik ben gewoon in een vlog van Milan Knol. Ja, vlog niet. In een video gekomen van Milan Knol. Fons, wat zijn jullie toch allemaal bezig om mij zo bekend te maken? Toppie, echt waar, voortdoen. Het is nu ook terug naar de goede kant aan het gaan. Ik ben blij dat alles goed aan het verlopen is. En nu kom ik ook stilletjes af aan, aan bij mijn moeke. En dan daar ga ik dan eten. En dan ga ik terug naar mijn schatje toe, haar terug ophalen, want zij is ook bij haar thuis aan het eten. Daarbij. En mijn papa is er ook al. Amai. Kan niet op. Kan echt niet op. Allee, tot ziens. Dankjewel Moeke om die heerlijke eten weer al. Ik ga nu vertrekken bij haar thuis. Nu opnieuw richting Bea. Dan ga ik zelfs ook weer al mijn USB ding horen. Voor de radio. Oh, en ik begin al moe te worden. Dat is niet goed. Dat is echt niet goed. En nu kan ik ook nog niet rijk uit, want kijk maar. En het is weer al zo fucking slecht weer. Oh, elke dag opnieuw en opnieuw en opnieuw. Is dat nu al af aan het spelen? Nee. Oké, okay, staat op pauze. Oh nee, toch niet. Oh, ja. Het heeft me echt gesmaakt. En nu op naar Bea. Yes. En dan naar mijn thuis toe. En dan zit de dag toch al redelijk ver erop. Ik ben moe. Ik ben dat ik de vorige nacht nog niet zoveel heb geslapen en daar heb ik nog niet genoeg bij kunnen slapen. Dat is dan ook nog, dus ik voel dat ook nog heel fel. En en maandag terugwerken. Joepie. Ik kijk er echt naar uit. Ik kijk er echt. Maar ook echt, hè. Echt, hè. Naar uit. En ik vond het heel spijtig dat een redelijke deel van de fans zijn vertrokken. Maar ja,
ik ga een klein beetje ook mee naar beneden kijken, ook waarom. Ik was er onderdoor aan het geraken, daarbij. Dus ik was ook niet meer zo aan het denken naar de vlogs toe, van oh, wat kan ik nu filmen, of oh, wat kan ik nu filmen. Maar nu begint dat zo wat stilletjes ervan terug te komen, van oh ja, dat wil ik gaan doen, of oh ja, dat wil ik gaan doen. Maar ik hou alles krikkrak geheim. En dan komt wel alles wel op pootjes. Gewoon van, ik wil geen valse beloftes nu meer maken bij deze. Ja, en ik weet sowieso dat ik nog een hele toffe avond nog tegen moet gaan samen met Bea. Dus dat we samen naar familie en al gaan kijken. What the fuck hangt hier een reddingsvest? Ik weet niet als jullie het gaan zien. Hier hangt gewoon een reddingsvest. What the hell? Oké. Oké. Had ik niet verwacht. Had ik echt niet verwacht. En nu stuurt mijn schat ook nog net. Stuur je als je er bent. Oké, ik zal het doen, schatje. Ja, dat hoort ze toch niet. Alleen of als ze naar mijn vlog kijkt, dan hoort ze het wel. Maar schat, ik ben er nu niet, hè, in het echt, hè. Dus dat is al een video kennen. Ah, oké. Ik ben nu door Bokrijk aan het rijden. Eigenlijk is het nog wel mooi groen. Maar je ziet wel dat de bomen beginnen te verkleuren. En dat is zo mooi in het herfst. Al die vallende bladeren en al. Ja, ik hoor het al. Magisch, dan is een herfstvlog. Ik wil dat wel doen, ja. Ik beloof niks, hè. Ik wil het wel gaan doen. En ofwel ergens anders gaan wandelen. Echt zo in een bos waar heel veel bomen zijn en al. En ik ben nog altijd. Ik wil ook nog een paar leden ook nog heel veel bedanken die er nog altijd zijn. Dat is BRMT, dankjewel dat je nog altijd een goede moderator bent. Mag ook eens gezegd worden, dus ik wil eens wat complimentjes dus uitdelen in mijn vlog. Dus BRMT, dus je doet het echt fantastisch goed. Je treedt ook kordaat op. Je laat je niet misleiden door andere mensen. Dat vind ik echt ook heel tof. Juist hetzelfde met Tamara. Tamara is echt een hele leuke dame, waar ik ook heel graag mee samenwerk. En zij doet het ook heel goed, ook als moderator. En ja, we hebben ook al afgesproken, ik, Tamara en Mano. En dat was dan ook wel heel leuk geweest, ook, dus met de zonen en dochters erbij. Heb ik groen? Heb ik wit? Ja, ik heb wit. Momenteel. De spoorweg is open. Wie hebben we dan nog? Dus BRNT. Dan, mijn schat, die doet dat ook heel goed. We hebben nu even moeten afscheid nemen van Seymour. But. Omhoog van. Hij is even inactief gegaan, maar hij heeft het wel laten weten. En die wil nooit meer gaan terugzien. Ik weet wel wie, ik ga die naam ook niet meer noemen, want die was helemaal fout bezig. En als je wilt reageren op deze video, de persoon waar ik nu over heb, dan mag dat ook. Je mag je eigen mening nog altijd uiten, dat vind ik toch. En ze zijn mij weer al aan het PM'en op Discord, WhatsApp. Maar ik ben aan het rijden, mensen, dus ik kan niet kijken. Dus dat moet geduld hebben. Je moet echt heel veel geduld hebben. Shit. Ik was nog eens even aan het denken, maar ik kom er niet op.
Nee, ik kom er even niet op. Dus ik ga jullie laten. Dus ik ga ook hierbij de geweldige vlog afsluiten. Ja, jammer genoeg. Zonder BA. Sorry schat dat ik de vlog nu beëindig. Maar ik begin er wat moe te worden, schat. En dan wil ik ook wat dat ik ook de vlog volledig ga afronden. Vooraleer dat ik weer al uit mijn krammen kan gaan schieten. Ik ben ook bij deze olifant hier gestopt. Ja, hier staat een olifant. Ja, mensen, hier staat een olifant. Voor de rest, heb ik nog iets te vertellen? Nee. Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte van wanneer dat er een nieuwe vlog online komt. En ik wil een kleine toevoeging doen. Ik heb nooit verwacht, maar ook echt nooit verwacht, dat Milan Knol een stuk van mijn video ook in zijn video's gebruikte. Ik geef dat eerlijk toe. Die fragment ga ik, als het hier niet is, sorry, dan is het niet gelukt. Ik ga proberen die fragment ook aan jullie te laten vertonen waar Milan Knol en zijn twee gasten naar het video van mij zitten te kijken. Ik zal zeggen, veel kijkplezier. Daar ook nog even naartoe voor deze kleine mooie toevoeging aan mijn vlog. En amai man. Dan weet je al waarom ik het heb. Amai man, die is wel heel mooi geworden. Ja, dat wordt gebouwd. Niet die tweede. Niet de eerste waar jullie zijn. Wel eigenlijk wel heel schoon geworden. Maar nu ga ik jullie echt ook echt laten. Hè. Dus veel kijkplezier met de toevoeging van Milan Knol. Als het gelukt is. Als het niet gelukt is, ja sorry ervoor. Maar ik doe mijn best. Voor echt deftige vlogs nog altijd te kunnen afleveren aan jullie. Tot morgen allemaal. Yo.